Ik ben hier in Woudrichem en begin 1419 kwamen hier edelen uit Holland, Zeeland, Brabant en Henegouwen bijeen om voor de zoen van Woudrichem, oftewel de verzoening van Woudrichem, een vredesverdrag. Wat ging eraan vooraf? Jacoba van Beieren was de enige erfgenaam van Willem VI van Holland en meende daarom het recht te hebben om de westelijke landen, dus met name Zeeland en Holland, om die te besturen. Haar oom, Jan VI van Beieren, was die echter niet mee eens, want die vond dat een vrouw niks te besturen had. Het glazen plafond bestond dus toen ook al. Nou, in de hoop wat meer invloed achter zich te krijgen, besloot om Jacoba van Beieren om dan maar met haar neef te gaan trouwen, Jan IV van Brabant. Bleek achteraf dat huwelijk van begin af aan al gedoemd was om te mislukken. Want Jan IV van Brabant trouwde helemaal niet met Jacoba omdat zij haar wilde steunen, maar omdat hij zijn eigen invloed wou doen toenemen. En in het geniep was hij ook al met Jan VI van Beieren aan het onderhandelen. Nou, uiteindelijk, om te voorkomen dat alles uit de hand liep in die tijd, de Hoekse en Kabeljauwse twisten waren trouwens ook bezig, kwam men dus samen hier in Woudrichem om een vredesakkoord te tekenen. De uitkomst van het vredesakkoord was dat Jacoba eigenlijk helemaal niks meer te zeggen had over Holland en Zeeland, maar dat het land bestuurd zou worden door Jan IV van Brabant en Jan VI van Beieren en dat Jacoba enkel een rentebedrag kreeg voor haar rechten. Ja, ze vond dat ze er heel bekwaaid van afkwam, maar ze had ook wel door dat gezien de situatie dat er meer niet uit te halen was. Dus ondertekende zij het verdrag en vandaar dus de zoen van Woudrichem. Dat is echter nog enkele jaren doorgegaan. Jacoba probeerde toch weer meer macht te krijgen. De Hoeken stonden ook aan haar kant in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. En uiteindelijk dreigde alles weer te escaleren. Er werd her en der wat geknokt. Om een definitief einde aan dit alles te maken, volgde in 1428 nog eens de zoen van Delft. En vanaf dat moment heeft Jacoba eigenlijk niks meer voor te zeggen gehad. Ze mocht niet eens meer trouwen zonder toestemming. Dat heeft ze stiekem nog wel gedaan. Maar echte invloed heeft ze nooit meer gekregen. En dat ondanks dat ze de enige erfgenaam was van Willem VI van Holland. Maar ja, ze was vrouw. En zeker in die tijd had je als vrouw gewoon niet wat in te brengen. Dus moest je maar gewoon je schikken in je lot. Gelukkig is de wereld wel iets anders. Maar het glazen plafond is er helaas nog al te vaak nog steeds. Dus Jacoba van Beieren zou denk ik met veel vrouwen uit de huidige tijd wel sympathie voor hebben. Want zij weet maar al te goed hoe het is om als vrouw klein gehouden te worden. Hi, is dit filmpje je bevallen? Klik dan op vind ik leuk of deel het met je vrienden. Of wil je me blijven volgen? Klik dan daar op dat grote hoofd, niet dit grote hoofd, maar dat grote hoofd om je te abonneren op mijn kanaal. Of kies een van deze twee filmpjes om verder te kijken.